volgende item, oh, dat is een heel mooi item, daar word jij ook gek. Ja, daar staat hier gast. Ik zeg niks, ik heb niet in het draaiboek gezegd. Luister, ja, luister, vandaag gaat het zelf vertellen wat er komt. Oh. Schitterend, die item. Ja, voor de volgende gast, dames en heren, ja, die waar ik nu aan heb voor ga vragen, dat is iemand ja, waarvan ik altijd zeg van, kon hij maar even langer bij ons zijn. Hier is Gordon. Dames. Gordon! Gordon, kom! Oh, dit vind ik lekker, Gordon. Oh, ik heb vroeger nog wel eens een stepje bij hem gekocht op de markt. Dat is een leuke Gordon. Nou, dat is toch een opbouw in het programma, hè? Eerst zonder Geer, nou Gordon, hè? Dat gaat toch lekker, hè? Laat me eerlijk zijn. Ik vind het fantastisch dat je gekomen bent. Ik bewonder je zeer. Je hebt ontzettend veel succes natuurlijk, hè? Want je staat weer in de hitparade. Het houdt niet op, het gaat maar door. Het gaat maar door. Hoe heet dat nummer ook weer wat je nu doet? Het is alweer voorbij. Nee, maar hoe heet het nummer wat je... Oh, het nummer heet het, dus het is alweer voorbij. Ja. Dus dat staat heel, heel hoog in de hitparade. En je nieuwe single komt volgende week alweer? Ja, volgende week komt hij uit en dat is een prachtig mooie ballad. Blijf nou nog even, heet hij. Het wordt verwarrend, hè? Even bij me zijn. Blijf je vannacht bij mij? Er zit wel een lijn in ieder geval. Hè. Maar dat wordt ook weer een dikke. En die is van je nieuwe CD. Ja, want volgende week. Ja. Was het maar zo ver, hè? Nee, we moeten even wachten. Een paar nachtjes slapen nog. Het is vandaag een belangrijke dag. Behalve dat ik het leuk vind dat je bij mij... Ja, natuurlijk, dat weet je toch zelf ook. Behalve dat je bij mij in het programma staat. Maar je zit ook vandaag... Ja, je zit ook vandaag precies... 5 jaar in het vak. Een lustrum, dames en heren. 5 jaar, Gordon. Wauw. Is dat leuk. De tijd vliegt. De tijd vliegt. We gaan dat sneller. 5 jaar, Gordon. Ik zie hem nog komen. Ik denk, daar heb je het. En daar staat hij dan weer. 5 jaar. Ik heb, om dat te vieren, ik vind het leuk dat je dat juist vanavond meemaakt, heb ik een speciaal een taart laten maken. Kijk eens. Een oude taart? Of... Nee, een echt oude taart. Nee, een verse. Hij is sprinkelsprankelvers. Oh, lekker. Ja, hij is heerlijk, hè? Hier ook, 5 jaar. Speciaal voor mij. Ja, hier 5 jaar, Gordon. Oh, ja? Dus nou, doe ik zo, want ik wil je niet nu gelijk al geven. Ik wou namelijk aan je vragen of je eerst een nummer zou willen zingen. Mijn favoriete nummer eigenlijk. En dat is? Send in... De Clown. Dat vind ik zo mooi. Het lijkt me prachtig als jij dat zingt, Send in de Clown. Speciaal voor jou. Speciaal voor mij. Okay. Dat wil je doen, hè? Omdat ik het vier een nummer voor ja, jou. Ja, dat is een prachtige gelegenheid. Ja, en je wordt begeleid aan de piano door Jan Rietman. Dus dat is niet de eerste, de beste. Dat wil je ook zeggen. En dan lijkt het me leuk dat terwijl jij het nummer zingt, beeld ik een clown uit. Is dat leuk? Dat is, ja, nee, dat is heel ontroerend, juist. Dat is heel... Dat wordt traantjes wegpinken tijd. Dat is heel mooi, echt een heel mooi gevoelig nummer. Die mensen moeten altijd janken bij mij. Dat zijn de mensen met reality TV, reality TV. Dus als jij nou het nummer zingt, dan speel ik de clown. En je krijgt, zodra je het nummer gezongen hebt, krijg je de taart. Niet vergeten. Dames en heren, Gordon. On the ground, you in mid air. Where are the clowns? Send in the clowns. Isn't it bliss? Don't you approve? One who keeps turning around, one who can't move. Where are the clowns? Send in the clowns. Just when I stopped opening doors, finally knowing the one that I wanted was yours. Making my entrance again with my usual flair. Sure of my lines, no one is there. Don't you love force?
my fault, I fear ye. I thought that you won what I won, so reminded. But where are the clowns? Break sending the clowns. Don't bother. Die is een polder van je geworden. Ja, kijk even, die hele bek zit vol. Oh, dat is wel wat nou zielig. Dat is een leuk. Hup, die taar, wat een idee.